Wel hele mooie bloemen hier in Bussum. Dat dan weer wel. Zo, goedemorgen. Het is maandag en dit keer begin ik de vlog vanuit de auto. Want ik ben in Bussum. En ik heb vandaag een soort shoot voor een commercial van iets. En ik mag er helemaal niks over zeggen. En ik mag daar ook niet filmen. Dus jullie zullen misschien wel denken, Disney, wanneer ga je weer eens vliegen? Maar ik doe dus ook wel eens andere dingen. Want ik vlieg natuurlijk freelance, dus ik heb niet altijd vluchten. En dus sta ik ook ingeschreven bij een modellenbureau. En ik ga er nu snel naartoe. Ik was een beetje terug, dus ik kan mooi filmen, dacht ik. Maar ik moet nu ook heel nodig plassen. Dus, nou, see you later. Ik zit dus niet in alle shots. En het resultaat daarvan is dat ik dus 1 uurtje ongeveer heb gewerkt. 7 uur moest ik hier zijn. En tot 9 uur heb ik ongeveer gewerkt. En nu is het 1 uur. En we hebben net gegeten. En al die tijd heb ik alleen maar zitten wachten. Maar ja, wat hoort erbij? Wachten, wachten, wachten. En nog eens wachten. Zo, het is 4:50. En ik ben super blij dat ik nu al terug mag. Want dan kan ik Jolen nog op tijd ophalen. En ik heb trouwens helemaal niks meer gedaan. Alleen maar gewacht, gewacht, gewacht. Trouwens wel hele mooie bloemen hier in Bussum. Dat dan weer wel. Serieus, je zal hier maar wonen, hé. Dit is gewoon Gooise vrouwen. Echt van die straten met allemaal groen en breed en bijna geen verkeer. Maar die, en die huizen. Wauw, wauw. Ik dacht eerst van, oh, oké, okay, een groot huis, weet je wel. Meestal vind ik het niet eens zo heel erg boeiend. Maar het huis waar ik vandaag in was, was zo erg mijn smaak. Zo mooi. Gewoon heel strak en heel praktisch. Maar toch ook weer heel anders dan andere huizen. Een mega mooie grote tuin waar je ook met hele grote ramen op de tuin uitkijkt. Slaapkamers zijn beneden, dus dan ga je onder de woning weer. Echt, maar ook boven nog. Maar echt groot, groot. Ontzettend mooi. Oh ja, tegen de tijd dat de commercial online komt of in beeld is, waar die dan ook uitgezonden wordt, dan zal ik zeker even de link nog met jullie delen op mijn social media of onderin dit filmpje zal ik het ook nog even zetten. Want mochten jullie dit filmpje dan veel later nog een keer zien en het is al uitgebracht, dan kan ik alsnog even dat met jullie delen hoe dat huis eruit zag. Want het gaat niet eens echt om mij erin, want ik zit waarschijnlijk ergens in de achtergrond. Maar dat huis, dat moeten jullie echt even zien. Zo, ik ben weer thuis en Bart die gaat Jol lekker ophalen. Dus ook dat hoef ik gewoon niet te doen, want die is ook bijna thuis. Dus ik kan gewoon lekker vast aan het eten beginnen. En het is nog steeds Monday, dus het is weer Meatless Monday. En daarom ga ik eten maken zonder vlees. Maar wat ik ook nog wilde laten zien was mijn haar. Want dat heeft dus die fysist / hairstylist gedaan daar op de shoot. En ik voelde dus dat ze hier een soort staartje achter heeft gemaakt. Maar grappig. Hebben jullie enig idee waarom ze dit doen? En wat dat effect daarvan is? Volgens mij is het om het dan hier wat meer kunnen opbollen of zo. Maar ik vind, ja, ik krijg het niet echt goed op beeld. Maar ik vind het wel iets mooier dan een normale staart. Het valt wat minder plattig. Oh, en je zou misschien denken, wat is jouw keuken leeg, Disna? Ja, dat klopt. Mijn keuken is heel leeg. Want Bart, die zou gisteren de stopcontacten gaan veranderen. Want we gaan namelijk de stopcontacten naar boven verplaatsen, omdat we eindelijk een rand hier krijgen tegen al dat spatten. En omdat we dan meteen de hele keuken een beetje gaan restylen, hebben we besloten om deze hele muur te gaan verven met magneetverf. En daar kunnen we dan dus de hele muur magneten. Magneetverf is niet wit. Dus eerst gaat de magneetverf op en daarna gaat er weer witte latex, witte verf overheen weer. Dus, maar dat is nog een heel project, want Bart die doet die dingen meestal alleen in het weekend. En ja, dit is hoe ver hij komt in 1 weekend. Tada! Dus, ik ben heel benieuwd hoe lang dit gaat duren. Oké, okay, ik gebruik deze high protein gluten-free pasta. Die heb je in verschillende kleurtjes bij de Albert Heijn. En die had ik nog, dus die ga ik gebruiken. Ik heb er ook nog een beetje volkorenpasta doorheen gegooid. Amandelen, die ben ik aan het bakken. Die zijn trouwens wel goed zo. Voor de pesto, want ik maak zelf pesto. En dat is echt super lekker. En wat ik verder nodig heb is tomaatjes, basilicum, heel belangrijk. Zo lekker, voor dit heb je echt nodig voor die pesto. Koriander straks. Spinazie gaat er doorheen. En dan natuurlijk nog al andere dingen zoals knoflook en zo. Hey.
Joe. Hallo, kijkers van mijn mama. Kom je zitten, we gaan lekker eten. En dan, dames en heren, vooral dames denk ik trouwens, is het weer tijd voor yoga. En dit keer heb ik echt zin in. Let's go. Jee, ik ben weer terug van yoga en ik heb mijn mannetje eindelijk weer naast mij. Ja. En ik ben zo moe. Maar het komt omdat ik om 5:45 de wekker al had staan en morgenochtend moet hij weer om 5:45. Kan je denken? Nee, je moet er niet aan denken, nee. Maar nu moet ik nog 8 minuten iets doen. Dus we gaan vast gedag zeggen. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Ik hoop dat ik er nog van wat van heb kunnen maken. En tot morgen. Moet ik weer op die set werken waar ik niet mag filmen. Maar ik zal toch mijn best doen om er weer een leuke vlog van te maken. Zwaar leven. Doei! En niet vergeten te abonneren. Dat is gratis. Doei!